de kast van de installatie is altijd open. Je moet gewoon even naar rechts draaien en dan gaat het deurtje open. Om de installatie in te schakelen moet je eerst op de hoofdschakelaar duwen. Dat is hier deze oranje knop. Het lichtje begint te branden wanneer hij ingeschakeld is. En dan moet je wel nog even controleren of alle aparte onderdelen ook aangeschakeld zijn. Dus alle powerknoppen hier van onder, deze, hier de powerknop hier en hier voor de cd-speler. De kabels van de micro en voor aansluiting van de laptop en de gsm, die zitten hier in de lade. Ik heb ze nu al aangesloten, dus hier steek je de microkabel in, hier van boven. En dan hier aan de andere kant, hier aan de micro. En om de micro in te schakelen, moet je gewoon het schuivertje aanzetten en dan begint de micro te werken. En hieronder, dat zijn twee aansluitingen hier voor de links- en rechtse box. En dan aan de andere kant is er dan een mini-check aansluiting, dat is dit. En daar kun je dus je gsm op aansluiten, zo, of een laptop. Dit is wel enkel voor Android gsm's, dus voor iPhone moet je wel een extra koppelstuk hebben en dat moet je zelf meebrengen. Dan daarna, om alles af te sluiten, schakelt je gewoon alle schakelaars hier weer af. De cd-speler uit en de algemene powerknop. De kabels rolt je mooi op en legt je hier terug in de lader.